Ik heb een aantal foto's bij me. We kunnen een klein testje doen. Ik denk niet dat ik ze allemaal herken. Nee, ik zou het niet weten. Nee. Die is van het CDA, ja. Maar ik ben zijn naam kwijt. Die is van het CDA. Bonte iets. Bontebal. En kent u deze mevrouw? Ja, die ken ik, maar de naam herinner ik me niet. Maar wel een bekend gezicht. Ja. Ja. Wij zijn heel slecht in de man. Ja. Ik weet alleen dat ze advocaat is, maar voor de rest weet ik niet meer. De naam weet ik niet. Nee. U herkent haar wel? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, zeg maar niks. Dat was Mirjam Bikker van de ChristenUnie natuurlijk. Totaal onbekend. Haga heet hij, ja. 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 Die ken ik niet. Nee. Ook helemaal niet een herkenning van het gezicht? No. Nee, nee. Die ken ik helemaal nee, niet. Die ken ik ook niet. BVNL. Nee. Herkent u de partij wel? Nee, ook niet. Nou, BVNL kent de partij nog niet eens dus. Dus laat staan de persoon. Nee. Nee. Dus meneer Van Haga? Ja, die ken ik wel. En dit is een onderdeel van een poster. Mm-hmm. Herkent u de poster? Nee. Ja? Nee, herken ik helemaal niets van. Nee. Nou, wij komen echt slecht uit de bus, moeder. Nee. Dat zegt me natuurlijk wel wat. Maar ik had niet in de gaten dat het de VVD was. Is dat CDA of GroenLinks? Ken ik ook niet. U herkent de kleuren ook niet? Nee. Nee, ook niet. Het zal wel iets met groen te maken hebben. Maar nee, zeg me niks. Een gokje? Ja, het zal dan waarschijnlijk GroenLinks zijn, PvdA, maar daar kan niemand, zit geen rood in. Dus nee, de groene, D66? Oh ja, oké. Okay. Ja. Hmm. Nou, mam. Het kan geen VVD zijn. Nee. Is dat Pieter Omtzigt? NSC? Nee, zegt mama niks. Nee, nee. Het zal waarschijnlijk weer VVD zijn. Ken ik ook niet. Ik ken blijkbaar heel weinig van die dingen. SGP. Ja. Nou, oké. Okay.